Stan de Wulf, 21 jaar, Belg, Lotto Soudal Development Team. Ik heb voor Lotto Soudal gekozen omdat het een tamelijk logische overstap is. Al omdat ik 3 jaar bij de beloftenploeg gereden heb. En dat is ook een Belgische ploeg waar ik denk dat het wel goed is om thuis te voelen en om als neoprof carrière te beginnen. Ja, een paar renners, maar waar ik af en toe eens mee was gaan trainen. En dan in mijn stagiairperiode heb ik wel nog wat renners leren kennen. In 2019 zal het nog een beetje aftasten zijn. Zo, en waar ik kan, zoveel mogelijk de voorjaarsploegen ondersteunen. Goh, in mijn vrije tijd ben ik soms nog bezig met bierbrouwen. Dat is een klein beetje ook geëscaleerd van mijn studies, omdat ik had daar een vak over. En daarmee is dat dan begonnen. Samen met een vriend zijn we dan begonnen om bier te brouwen. En